Met parlementariër Patricia Etnel spraken wij over de GBB-kwestie, waar dan de naam van parlementariër Mahinder Joggi wordt genoemd, die via bepaalde constructies aan grond zou zijn gekomen. Nou, Etnel die reageerde er als volgt hierop. Het is een hele... het is niet triest, het treft ons heel veel schande. En het is niet goed voor dit land, omdat we weten dat dit eigenlijk niet had gemoeten als er een duidelijk beleid was. En als er ook reeds vanaf toen die roep was om het heel GBB gebeuren te ordenen en te reorganiseren. Omdat we weten dat deze dingen niet nu afspelen. Het speelt zich al jaren af en we hadden verwacht, want ook tijdens de vorige regering hadden we het over dit aspect. En ook daarvoor, van ja, er gebeuren een heleboel zaken rondom grond. We weten niet wat er gebeurt, we weten niet hoe die dingen plaatsvinden, maar we weten dat er grootschalige grondroof plaatsvindt. En dat het nu naar buiten komt, vind ik prima, maar we hadden vanaf 2020... Toen er ook over werd gesproken, we hadden het over ja, dingen zijn niet zuiver, we weten dat er gronden verdwijnen. Toen al moesten we ervoor zorgen, of niet wij, de regering, pardon, om er structuur in te brengen. Om ervoor te zorgen dat alles daar bij grondinspectie, bij domeinen, dat alles daar werd vernieuwd en dat er een heel nieuw beleid daar kwam. Maar dingen zijn gebleven, toch we horen de kies van Joggi niet nu. Weet je, vanaf 2020 wordt de man zijn naam genoemd. Weet je, er werd zelfs een link gelegd met de toenmalige minister, mevrouw Pokkie zelfs. Weet je, wat niet waar is, want we wisten ook, mevrouw Pokkie is daarvoor uitgekomen. Maar er werd over gesproken, toch? Er werd ook gezegd dat meneer Pokkie, dat meneer Joggi daar een heel huis heeft, dat hij een bed daar heeft bij GBB. Het zijn dingen die werden gezegd. Weet je, dus ik vind dat wanneer we het nu zien, dan moet de president niet zeggen van het is de eerste stap richting de goede richting. Hij had vanaf 2020 moeten zeggen, dit is het beleid bij GBB. Ik wil niets horen. Niemand moet me iets anders komen vertellen. Dit is die reorganisatie en wie niet wil, baas, daar is de deur, daar is de straat, daar is de laan. Ga weg. Blijf niet hier om ons helemaal in problemen te brengen. We willen niet, we willen een beter beleid hebben. Maar om nu na 3 jaar, wanneer dat ding allemaal een bepaalde zwelling heeft gehad, plotseling te vinden dat je door dat ding wil prikken, het is veel te doorzichtig toch. Want niet nu, ik denk dat de president niet nu de naam Joggi hoort. Vanaf toen ook in de oppositie hoorde hij de naam Joggi in relatie tot grond. Ik denk dat meneer Santokki nu doet alsof hij niet weet wat er gebeurt. En dat vind ik soms zo van, hey, wie houden we voor de gek? Die houden zij voor de gek, want ik denk niet dat ze ons voor de gek houden. Dus het is heel erg. En de constructie, welke men heeft toegepast om de gronden te eigenen? Dus ik vraag me af hoe dat zich heeft ontwikkeld. Toch? Want we weten dat die zaak speelt, we weten dat het iets is dat gebeurt en daarom blijf ik erbij. Vanaf 2020 had deze regering moeten zeggen, dit is het beleid op GBB. En het niet te laten 3 jaren dat het ding zich verder gaat en eigenlijk wordt dat ding een hele schandaal nu. Toch? En het is niet goed voor Suriname. En ten meer ook wanneer we zien dat die mensen hun grond hebben, plotseling horen ze dat het niet meer van hun is. Iemand heeft het afgepakt. We weten dat het niet kan. Het mag niet. Het beleid werkt niet zo. Toch? Er zijn regels, er zijn wetten, dus dat kan niet. Dus ik blijf erbij dat als het gaat om deze hele case, het treft heel veel schande voor dit land. En ik vind vanaf het begin 2020 had er een duidelijk beleid moeten plaatsvinden. Dan hadden we dit soort zaken niet. Dan hadden we niet hoeven te horen dat plotseling zo iemand zijn naam werd binnengehaald. Of meneer Gayadin is betrokken of hij is opgepakt. Hadden we niemand opgepakt. Want dan was er een duidelijk beleid. Niemand komt met problemen. Een no-nonsense systeem. Weet je, als je daar komt en je denkt je gaat gronden afpikken. Je hebt een probleem. Je wordt op staande voet ontslagen. Klaar. Maar nee, we laten die dingen en we zorgen ervoor dat dat ding een of andere biggie-soro wordt. Nee, het kan niet. GBB, een vloek of een zegen voor het land? Kijk, het hoeft niet eens een vloek of een zegen te zijn. Er moet beleid zijn. Er moet duidelijkheid zijn. Iedereen moet een stuk grond kunnen krijgen. Het kan niet zo zijn dat er mensen zijn met zoveel lappen grond. Waarvoor? We hebben toch beleid, we hebben toch een organisatie, we hebben toch een systeem. Toch we er, als er checks en balances zijn, als het transparantie is, de president houdt van het woordje transparantie. Duidelijkheid. Laat zien dat het transparantie en duidelijkheid is. En dat merken we niet.
Dus het hoeft geen vloek of een zegen te zijn. Er moet een duidelijk beleid zijn. En als je weet van waar we komen met GBB. Alle presidenten hebben met dit probleem gezeten. En niemand heeft een duidelijke oplossing kunnen brengen. Jij komt in 2020 en nu in 2023 wil je Batman, Superman en alles in één spelen. Nee. Vanaf 2020 had je het duidelijk moeten doen. En ik vind, we moeten duidelijk beleid brengen. Niets moet een vloek of een zegen voor ons zijn. Het moet een beleid zijn met structuur, duidelijkheid, checks en balances. En er moet een zeker systeem zijn. Daar moet je zijn om je grond aan te vragen. Daar moet je zijn om te weten wanneer je het krijgt. En daar moet je zijn voor je uitgifte. Er mag niet zoveel rookgordijnen zijn. Op GBB zijn er te veel rookgordijnen. Er zijn te veel zaken dat mensen duistere dingen kunnen doen. Omdat er geen duidelijkheid is. Er is geen transparantie. En ja, dan krijg je deze problemen. En het is jammer dat dit alles gebeurt. En ook dat van de minister, mevrouw Forswijk. Ik ken haar niet zo. Ik ken haar als een strijder in het parlement, zo heb ik haar gekend. Om dit alles mee te maken, dat het onder haar ogen gebeurt. Ik vind het jammer. Ik vind het triest. En voor zij die juist het luid schreeuwen om grondconversie? Kijk, ik ben tegen grondconversie, dat weten ze. Dus je had me niet voor een andere tory krijgen. Omdat als we niet weten wat de waarde is van grond, kan je me niet komen vertellen dat je gaat converteren. Kom me vertellen wat de waarde is van grond. Deze regering heeft het beleid met betrekking tot grondzaken nog duidelijk gepresenteerd. Ze weten niet eens hoe ze dat moeten doen. We hebben niet eens een goed systeem van waar moet er gebouwd worden, waar zijn er industrieterreinen, waar is dit. Niets hebben we gedaan. Ons grondbeleid is een grote poespas. Er is nergens een systeem waar je kan zeggen, dit is wat we hebben. En dat is het. Zolang je dat niet hebt, kan je me niet komen zeggen wat je wel en wat je niet kan doen. Er moet duidelijkheid zijn. Ja. Dus volgens u, mevrouw Etnel, wat zal er concreet moeten gebeuren? Wat er vanaf 2020 had moeten gebeuren. We hadden duidelijk beleid moeten hebben, een no-nonsense systeem. En niemand moet me komen vertellen van dit kan en dit kan niet. Er moet transparantie zijn. Iedereen moet weten dat is domeinen, daar gaat over grondinspectie is daar. Niemand moet daar komen om te komen zeggen van luister naar Mosetico, naar Wangro. En mensen komen plotseling als parachutes binnen om dingen te regelen voor anderen binnen het politiek verkeer. Nee, het moet duidelijk zijn. Toch? Dingen moeten zuiver zijn en dingen moeten puur zijn. Want ik vind al 3 jaar hoor je bepaalde dingen, al daarvoor wist je het. Dan had je duidelijkheid moeten brengen. En dan had je een duidelijk beleid moeten brengen. Dan had dit niet gehoeven. Waar men veel kritiek op heeft, mevrouw Etnel, sowieso het hele verhaal rond de grondzaken. Dat zorgt voor heel veel kritiek, maar ook voor heel veel kritiek zorgt. Wat mensen zeggen is dat die kleine vogel gevangen is. Maar de Bigiwang, die lopen vrij rond. Dus de vraag is natuurlijk, kijk, daarom, ik wil ambtenaren ook van hieruit zeggen. Leen je niet voor dit soort dingen. Want wat gebeurt er? Die mannen zetten die ambtenaren als ezeltjes voor die karretjes, een spanding. En dan zie je eigenlijk het gevaar niet. Je ziet die anderen niet. Jij bent voor het systeem. En wat gebeurt er? De Asano Bos naar Jusa teken. Jusa make de sani naar you opijving. En dat is het. Dat is wat mensen moeten weten. Jij moet je niet lenen voor dat soort dingen. Gewoon, je moet je er niet voor lenen. Klaar, punt, uit. Je moet je er niet voor lenen.